Ik verwacht dat de fans volledig omvergeblazen gaan worden door Battlefield 3. Het gaat iets zijn wat we nog nooit hebben gezien. De Destruction 3.0 engine. Gewoon grafiek in het algemeen. De oude vertrouwde Battlefield gameplay, maar dan nog meer squad gericht. En natuurlijk de PC-gamers die gaan super, super blij zijn. Want de PC-versie zal dus volledige capaciteit gebruiken van DirectX 11. Wat wil zeggen dat de PC-gebruikers een duidelijk verschil gaan merken tussen hun versie en de versie op de consoles. Ook zal er met meer spelers tegelijk kunnen gespeeld worden op de PC dan op de consoles. Wat natuurlijk komt doordat het feit dat Battlefield 3 zo'n zware game gaat worden, dat de consoles het niet zouden aankunnen om met 64 mensen tegelijk te kunnen spelen. Maar de game gaat volgens mij iedereen omverblazen en gaat zelfs Call of Duty, hardcore Call of Duty fans kunnen overtuigen om te switchen. Nu natuurlijk, zo'n uitspraken zijn misschien wel gevaarlijk, want Battlefield en Call of Duty zijn verschillende games met een verschillende gameplay. Call of Duty is minder squad gericht, heel veel close combat, heel veel actie op één klein, een kleine vierkante meter, zeg maar praktisch. Je hebt altijd actie in Call of Duty. En Battlefield is meer squad gericht, meer tactisch ook. En het draait ook over oorlog als een totaalconcept. Dus je hebt vliegtuigen, helikopters, je hebt jeeps, tanks, APC's, je hebt echt alles. En dat maakt het ook dat de mappen groter worden, waardoor je niet altijd die actie hebt. En elke game heeft zijn eigen sterke punten. Dus ik denk niet dat het zozeer een feit gaat zijn dat heel de Call of Duty community gaat overstappen. Nee, maar er zullen echt wel mensen overtuigd zijn van deze Battlefield. Nu natuurlijk, uiteindelijk zullen wij Gameplay Nation de rekening maken op het einde van het jaar. En kijken welke game dat nou eigenlijk voor de echte shooter van de beste game is, de beste aankoop. Nu, ik denk wel, als je als PC-gamer Battlefield 3 wilt, dan kun je alvast beginnen met sparen voor nieuwe onderdelen.